Dennis, hoe kijk jij naar de laatste 5 wedstrijden van dit seizoen? Nou ja, de voorgaande wedstrijd is natuurlijk een vervelende wedstrijd geweest waarin we van een dag heel teleurgesteld waren. Daarna hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En ik merkte daar wel vanuit mezelf, maar ook vanuit de groep, vertrouwen. Dus ik kijk met veel vertrouwen naar de komende wedstrijden. En enerzijds vanuit de groep, maar anderzijds omdat we verplicht zijn richting de supporters die laatste 5 wedstrijden er alles aan te doen wat er in ons zit. Zij staan er altijd, dus ja, dat zijn we verplicht. Ja, want hoe is de week richting NEC verlopen? Wat ik zei, eerst nog een beetje met chagrijn, maar snel de koppen bij elkaar gestoken. En dan merkte je al snel dat het vertrouwen weer groeide, dat we nog steeds kansen maken in de komende 5 wedstrijden. En uit dat vertrouwen zijn we aan de gang gegaan en ja, ik heb zin in morgen. De tegenstander NEC, wat weet je daarvan? Goed voetballende ploeg, stabiel achterin, op middenveld veel ervaring en veel kwaliteit. Voorin snelheid en een aantal goede spelers. Dus een lastige tegenstander, maar wel een tegenstander waar wij goed tegen zouden kunnen presteren. Ja, waar liggen onze kansen? Als we vanuit onze taak en vanuit onze discipline weten te blijven spelen, dan kunnen we hun opvangen en van daaruit gevaarlijk worden in de omschakeling vooral. Wie is er niet beschikbaar? Liam van Gelder is nog geblesseerd. Paulus Abram is niet beschikbaar. Tijmen Blokzijl is wel weer op de weg terug, maar is niet beschikbaar. En Michael Verrips is niet beschikbaar. Ja, wat kun je vertellen over de situatie van Michael Verrips? Michael die had wat klachtjes, was niks noemenswaardigs. Hij gebruikte wel wat pijnstillers ervoor. Alleen uit de laatste wedstrijd is dat verergerd. En vandaar dat hij op dit moment niet beschikbaar is. Wie gaat er dan keepen? Peter Leeuwenburg gaat zijn plek innemen.